Hartelijk welkom en leuk dat je even kijkt naar deze video van Loftoys. Ik ben Soraya Bloemendaal en ga jou uitleggen welke maten Loftoys er zijn en welke nou speciaal voor jou geschikt is. We hebben de minimaat, de midi, de maxi en we hebben de haarband. En blijf kijken als je wilt weten welke maat jij moet hebben. Ik ga starten met uitleggen over de maat mini. De mini maat Loftoys is ongeveer 16 à 17 centimeter als je hem helemaal in de lengte hebt. En waarom zeg ik nou ongeveer? Omdat ze allemaal met de hand gemaakt zijn. Dus er kan een klein beetje verschil zitten in de lengte of in de dikte. Dus als je wilt weten wat is de maat voor welke pols ik de mini moet aanschaffen, meet even de maat op van jouw kindje en dan weet je precies, past die 16 à 17 centimeter daaromheen. De mini is uit de mate geschikt voor het fijne en het dunne haar. Hij is ook wat korter dan onze andere maten. Dus heb je fijn, dun haar of ben je gewoon nog heel erg jong en wil je nog niet zo'n lange Loftoy hebben, dan is de minimaat het helemaal voor jou. Dan ga ik door naar de maat midi. En dit is ons gemiddelde maat Loftoy haarelastiek. Hij is zo ongeveer 24 centimeter. Hij is dus wat langer dan de mini. En als je het leuk vindt om hem om de pols te dragen. Hij heeft ook dat leuke uiteinde die een beetje dat boho gevoel geeft. Nou, voor welk haar is nou de midi elastiek helemaal geschikt? Ik zou zeggen, als je dik haar hebt en je wil het half omhoog doen, dan kan je daar uitermate goed de midi maat in doen. Maar ga je in het hele dikke haar de Loftoy doen, dan zou ik kiezen voor de maximaat. Dus deze haarelastiek is geschikt voor gemiddeld haar, een klein beetje voor het dunnere haar wat neigt naar het gemiddelde haar en ook het iets meer dan gemiddelde haar. Dus de midi maat. Dan gaan we door naar onze maxi. En de maxi is qua dikte wel één keer zo dik als de midi maat, maar in lengte is het even lang. Ze zijn namelijk allebei zo ongeveer 24 centimeter. En deze maxi is dus geschikt voor gemiddeld tot dik haar, maar ook voor super dik haar. Moet je eens kijken. En ook nog elastisch. Dreadlocks, een bos met krullen. Deze maxi kan overal omheen. En dan hebben we nog de haarband Loftoys. En deze is in de lengte zo ongeveer 48 centimeter. En zoals de naam al zegt, uit de mate geschikt als haarband. En omdat je dat aan kan trekken, is die voor elke maat geschikt. Voor kinderen tot volwassenen. Je kan hem natuurlijk ook gewoon dragen als haarelastiek. En dit doe ik zelf altijd graag. Let er dan wel even op dat je de bedels, wanneer je de haarband elastiek hebt met bedels. Ze zijn er ook zonder bedels. Eventjes naar de lengte verplaatst. Dit doe je gewoon door het eerste stukje een beetje te openen en het opzij te schuiven. Nou, vervolgens is het gat voor iedereen weer geschikt en kan je hem voor wat gemiddeld haar, een klein beetje dunner dan gemiddeld, het hele dunne haar, de mini nemen, tot maximaal dik haar. Moet je kijken hoe groot die kan worden. En je haalt het eromheen, trekt het aan, zet de bedels op de juiste plek. En dan heb je die hele mooie haarband in je haar, in je staart hangen. Het is toch prachtig. Nou, over onze bedels gesproken. We hebben natuurlijk onze elastieken natuurlijk niet alleen maar met de eindbedel van Loftoy. Maar je kan ze ook aanschaffen met bedeltjes. We hebben verschillende soorten op de site staan. Maar ze zijn ook helemaal te personaliseren naar jouw wens. Wat dacht je van sterrenbeelden? En wat dacht je van je letter? Kijk deze prachtige letters om de midi
Nou, is toch fantastisch om als cadeau te geven. Pakken wij het even leuk voor je in. Heb je een leuk cadeautje om te geven. Helemaal gepersonaliseerd voor degene die jij lief hebt. Nou, ik zie al jullie mooie love toys, creaties, graag tegemoet op de socials. Wij doen niks liever dan ze ronddelen. Dus tag ons, wij delen jouw mooie beelden. En mocht je nou een vraag hebben aan ons, info@lovethuis.nl of probeer het even op Instagram of TikTok, lovethuis_Nederland_NL, lovethuis_NL. En wij zullen die vraag proberen zo snel mogelijk te behandelen. Ik wens jullie heel veel plezier van al jullie love toys. En bedankt voor het kijken naar deze video. Doeg!